Welkom bij je favoriete nieuwsreporter, Find the Creator. zogenaamd. Maar in dit filmpje gaan we het heel even hebben over 5G en het uitrollen van 5G in Amsterdam Zuidoost. Nou woon ik zelf in Rijgersbosch en heb al een tijd geleden gezien dat deze gigantische antenne werd opgetakeld. En dat is in verband met het 5G-netwerk. Dan gaat er de aankomende periode een grote discussie ontstaan over wie is er nou voor of wie is er nou tegen. Wat mij betreft heel belangrijk is dat de waarheid boven water komt. En moeten we ons wel of niet zorgen maken over 5G en het 5G-netwerk. En met name de straling van dit ding. Want mensen maken zich namelijk zorgen. De militaire toepassing van 5G. De crowd control toepassing specifiek. De straling, dat het schadelijk zou zijn voor mens en dier en milieu. Maar zal ik even een mooie opname maken. Overigens, ik ga in kaart proberen te brengen waar nog meer deze masten zijn geïnstalleerd. En ik heb een klein vermoeden dat ik de volgende kandidaat in mijn ooghoek ook alweer zie. Want het is niet een mast die ik eerder hier heb gezien. En het lijkt weer heel erg verdacht veel op die grote broer hierboven. Dus we gaan even kijken. Het gaat om deze Yuko op de aggregaat hier. En die gaat helemaal naar boven. Deze aggregaat zorgt voor de stroomvoorziening naar dit ding. Nou is de vraag, wat zou de consequenties zijn als ik gewoon die schakelaar eruit haal? Ligt dan volledig het hele internet plat hier direct? Ik moet zeggen dat jullie het wel beter mogen beveiligen. Voor mensen die echt kwaad willen doen, ik ben er niet één van. Die trekken zo... Die zetten zo de boel hieruit. Dus deze is er pas bijgekomen, heb ik zelf gezien wanneer hij werd opgetakeld. En daar op het dak, ik zal even de camera draaien, heb ik het vermoeden dat die jongen ook vrij nieuw is. Kijk even. Het is een beetje moeilijk om te zien, maar deze, die ken ik. Maar die daar, daar heb ik heel even mijn twijfels over. Qua formaat lijkt het heel erg op onze grote vriend hier ook. En ik kan het niet echt goed zien vanuit hier. Het bejaardentehuis. Nee, ik denk dat ik heel even moet omrijden. Ik ga even daar naartoe lopen. Naar een stukje dat ik het beter kan filmen. Maar daar heb ik het vermoeden dat er ook eentje is geplaatst. Maar ik kom daar heel even op terug. Klein moment. Dus ik loop hier als Peter R. de Vries richting ons bejaardenshuis. En ik moet heel even de straat hier oversteken. Kijk, het mooie of het in kaart brengen van deze zendmasten is op zich niet zo ingewikkeld. Die dingen steken namelijk heel erg uit. Die worden geplaatst op, indien mogelijk, het hoogste punt. En ik kom nu een klein beetje meer dichterbij tot deze zendmast. En zie eigenlijk dat dit niet gaat om een 5G zendmast. Dus dit is... Nee, dat is geen 5G cent, maar ik zal heel even een close-up laten zien. Kijk, we hebben hier het verzorgingstehuis. En dus op het dak hier zien we ook een installatie staan. Maar dit is een 4G installatie, dit is geen 5G installatie. Dit is er niet nieuw bijgekomen. Nou ja, als ik moet beoordelen of die mast recent is geplaatst of niet, dan kom ik tot de conclusie dat die er al langer staat. Dus een 4G mast moet zijn. We gaan richting Gein om vanuit daar te kijken welke masten er nog meer zijn bijgeplaatst. Ik had net wel een heel mooi beeld in dit pand hier achter me op 4 hoog aan deze kant van Rijgersbosch. Voornamelijk op publieke huizen. Of winkelcentrums, verzorgingstehuizen, daar vaak wordt er onderhandeld met eigenaar om zo'n mast erop neer te zetten.
je zal het niet zo snel terugvinden direct op woningen, vaak wel kantoren. Maar niet direct dat daaronder wordt geleefd, maar vaak wel wordt gewerkt. Maar soms ook niet. Want het vervelende met die mast is, je moet ze strategisch plaatsen om een goede dekking te garanderen of te creëren. En het probleem met deze technologie is op zich wel dat er, hoe de technologie werkt, heb je meer antennes nodig, meer zendmasten nodig. Dus je gaat meer masten moeten plaatsen op verschillende plekken om het gebied goed te kunnen dekken. En vergis je niet hoor, die masten hoeven niet gigantisch groot te zijn. Het kunnen hele kleine oplossingen zijn ook, die niet eens, waarvan je niet eens door hebt dat daar apparatuur in zit wat zendt. We gaan naar Gein. Ik ben nu op de Wethouder de Roosplein. Hier achter mij is Gein metrostation. En in het blok hiervoor heb ik 3 zendmasten gezien die eigenlijk hier al waren. Ik zal die heel even in beeld brengen. We hebben hier op de hoek hebben we er 1. We hebben hier op deze hoek er 1. En we hebben daar aan het einde er ook nog eentje. Ik zie nog niet iets uitsteken waarvan ik kan zeggen, hey, dit is er nieuw bijgekomen, is nieuw geplaatst. We gaan hier heel even de heuvel op. Want op het metrostation zijn er ook een aantal masten die ik heel even in beeld wil brengen. Ik breng het in beeld, zodat er later geen verwarring of onrust ontstaat over zendmasten die er plotseling zijn bijgeplaatst, terwijl die er al waren. Dus we gaan even het heuveltje op. Kijk, vergis je niet, dit is dan beter Gein. Maar dit hoeven geen publiekelijke zendmasten te zijn. Het is moeilijk aan de buitenkant te zien waar ze natuurlijk voor worden gebruikt. Dit kunnen zendmasten zijn voor telecommunicatie, voor 4G, 3G enzovoort. Maar het kunnen net zo goed ook privémasten zijn van een GVB. Die in verbinding staan onderling met andere stations. Dus wat dit nou is, in ieder geval is het geen 5G. We gaan verder zoeken. Nou roept men dat we in de Bijlmer 5G zijn aan het uitrollen. Nou, ik vind 1 centmast, die heb ik tot nu toe aan deze kant van Amsterdam Zuidoost gezien. We gaan nu richting Heesterveld, want daar wordt ook het een en ander uitgerold. Dus ik stel wel even mijn bedenkingen bij de aanpak. Hoe ze dat 5G willen gaan uitrollen, want met 1 centmast ga je niet redden. Dus laten we eerst bij Heesterveld gaan kijken wat ik daar zie. En dan geef ik jullie daarover mijn mening. Ik zie in ieder geval vanuit hier 2 zendmasten op Huigenbos staan. Dus die hebben we in ieder geval al in kaart. Eigenlijk aan het begin van Huigenbos. Ik rijd nu eigenlijk richting metrostation Holendrecht. Ik heb daar 2 masten heen. Ik ga heel even hier de afslag, want ik heb iets gespot vanuit mijn ooghoek. Nee, dit is een zendmast die al aanwezig is. Ik heb nog een zendmast gezien. Het staat boven op een school. Ik ga toch even kijken. Ik ga hem heel even keren. Ik rij een beetje broeia. Maar we moeten ons onderzoek wel een beetje grondig doen. Even ter oriëntatie, daar hebben we Hooggevecht. En hier dat ik eigenlijk op een terrein van de KPN. En hierboven hebben wij een zendmas. Niet meer dan logisch. En het is goed dat ik gestopt ben. Want ik heb heel even met een KPN-monteur gesproken om te vragen van, hey, deze wijkcentrale, welk gebied verzorgt deze wijkcentrale? En dat is eigenlijk hier Kraaienes. Dus al die lijnen die lopen allemaal deze kant op. Best interessant. Maar hier op het dak staat dus een zendmast. En het is goed dat ik ben gekomen, want mijn vermoeden is nu bevestigd. Van de zendmast boven in het winkelcentrum Rijgersbos hebben eigenlijk dezelfde mast die hier staat. Dus het is inderdaad geen 5G centrale. Maar we zijn wel in de buurt van Heesterveld. Dus laten we die zendmast gaan zoeken bij Heesterveld. Want zogenaamd zal er iets uitgerold zijn daar. Nou, tot nu toe nog niets gevonden. We gaan verder. Even vanuit de auto geschoten. Hier dus op het hoekje heb je 1 cent mast.
bij Hugo Boss. En daarachter heb je er nog eentje. Er staan 2 of 3 hier op deze flat. Dus ik ben nu bij het prachtige Heesterveld op zoek naar die centmast die hier dus zou moeten staan. Ik heb alle tijd. Ik zie nu op Hakvoort zie ik ook weer een centmast. Ik zie de laatste van de flat en het eerste stuk van de flat zie ik ook een centmast. Dus elke flat is eigenlijk wel uitgerust met een centmast hoor. Dat is absoluut waar. Maar we gaan dus op zoek naar de centmast die hier zou moeten staan. En we gaan ook kijken of we misschien mensen uit de buurt kunnen spreken die daar iets meer over weten. Nou mensen, ik loop nu al een tijdje rond hier bij Heesterveld. Maar ik moet je toch teleurstellen, ik heb totaal geen bewijs gevonden dat er ook maar hier is begonnen met het uitrollen van 5G. Ik heb geen centmast gezien die hier nieuw erbij staat. Dus wat ik wel wil zeggen, laten we de informatievoorziening wel even strak houden. Dus ga kijken op de website van de overheid van de gemeente. Want het is niet zo dat die 5G-netwerk plotseling op onze donder komt vallen. Ja, ik ben iemand, ik hou van techniek, dus dit soort dingen hou ik in de gaten. Maar ze zijn natuurlijk al heel lang bezig om gebieden toe te wijzen. Zoals Groningen, hier in Amsterdam. Om 5G te gaan testen. De Arena gebruikt het al. Dus als ik daar naartoe ga, dan zal ik ongetwijfeld wel wat vinden. Maar hier in Heesterveld is in ieder geval niets aan de hand. De enige paal tot nu toe die we hebben kunnen vinden, dat is in Amsterdam Reigersbos. Dus ik zou zeggen, we gaan het in de gaten houden uiteraard. Want ik vind dit soort dingen natuurlijk heel erg interessant. En met name de dekking van het netwerk. Dus hoeveel palen worden er opgetuigd. Want de Jukkel in Reigersbos, die is wel heel erg groot. Wel heel erg dik. En de vraag is, hoeveel van die palen heb je nodig om een goed gebied te kunnen bedekken met dat 5G? Even vanuit technisch perspectief, als je het er nou wilt, is een tweede. Ik kom puur met een technisch verhaal. Eén ding waar je wel op mag gaan letten, is wel degelijk verlichting, lantaarnpalen op straat kunnen worden ingezet voor dat 5G-netwerk. Dat is iets wat in het buitenland ook al gebeurt. Het is wel vrij toevallig dat bij mij in de straat recent de lantaarnpalen allemaal zijn vervangen. Ik zweer het je. Dit is dat we echt wel een gegeven. Ik dacht, oh, we krijgen nieuwe lantaarnpalen. Misschien is dit de reden waarom. Maar voor een klein stukje, niet overal zijn de lantaarnpalen vervangen. Het mooie wel is dat ja, het kan ook niet echt in het geheim worden gedaan. Want je ziet gewoon verandering. Je ziet een gigantische paal die wordt opgehaald. Als je die kraan zag die dat ding overeind heeft gezet, joh. Ongelooflijk. Die 5G lichtmasten, die zien we ook. Dus heel erg stiekem kan het niet. Het zijn echt antennes die vallen gewoon op. Die staan er, die zijn er. Maar we gaan het wel in de gaten houden uiteraard. En ondertussen ga ik wel nog meer in de plannen duiken van ons stadsdeel. En over welk termijn we nou meer gaan zien in dit stadsdeel. Want hoe dan ook, het spijt me heel erg dat 5G, dat zal hoe dan ook worden doorgezet, worden doorgedrukt. En laten kijken wat de gevolgen zijn. Want nogmaals, dit is een beetje het probleem, hè. Er wordt heel veel gezegd over dat 5G, maar feitelijk bewijs en gewoon geen onderbuikgevoel. Feitelijk bewijs, dat blijft gewoon achterwege. Er is heel veel nieuws, heel veel theorieën zijn erover. Maar feitelijk bewijs of het schadelijk is, wordt aan beide kanten heel erg bestreden. En vanuit mijn perspectief, ja, mijn invalshoek is op alles wat schadelijk is voor de mens. Natuurlijk is het belangrijk dat we ons wapenen tegen technologie wat gewoon niet goed is, wat de mensheid nog meer stuk maakt. Wat de natuur nog meer stuk maakt. Maar je kan niet aan de ene kant oplossing proberen te zoeken, maar aan de andere kant ben je net zo vervuilend voor het milieu bezig.
net zo slecht voor je geest en je lichaam bezig. Dus het moet toch echt een multidisciplinaire aanpak zijn van oké, we moeten de overheid en de wetenschap in toom houden. Maar met de wetenschap die we al hebben, waar we van weten wat goed en slecht voor ons is, kunnen we al heel wat verbetering toebrengen in ons eigen leven en de kwaliteit van ons eigen leven verbeteren. Ik heb het laatst gezegd in mijn live video. Het is allemaal leuk, lieve Adel, dat ik me druk ga maken over het 5G. Maar wanneer ik die discussie aan het voeren ben met een peuk in mijn hand. Alle respect voor alle rokers, want ik hou ook van roken. En ik ben ook een roker geweest. En ik ben nu even gestopt. Maar als ik het gesprek voel met een peuk in mijn hand, wat is mijn geloofwaardigheid dan? Waarvan daarvan is toch echt duidelijk bewezen. 1 op 1. Hoe kwalijk het is om te roken. En een verband gebracht met kankerverwekkende cellen die je aan het maken bent. Bedankt voor het kijken. Dit is even een 5G deeltje op het kanaal. Ik ben Fine Creator. Like en abonneer, want we gaan echt hierin duiken. Volg mijn kanaal met het belletje aan. Abonneer. En dan zien we elkaar weer tot het volgende filmpje met betrekking tot 5G. In deze coronagekte wil ik iedereen natuurlijk ook een goede en stevige gezondheid toewensen. Fine Creator signing off. Ha!